Burgers en buitenlui, het heeft de burgemeester behaagd dat het markt is vandaag. Leuke dingen en iets in de maag. Er wordt een drankje geschonken. Er lopen hier mensen te pronken. Zakkenrollers, vingervlug. U ziet uw spullen nimmer terug. Zegt het woord, zegt het woord. Goedemiddag dames en heren. Ik wens u van harte welkom uit de zon overgrote Drunen. En we zijn hier op het Dickensfestijn in de Dickens Street staan we nu. En wij gaan hier proberen een hele leuke, mooie reportage te maken. Mijn collega Roel staat ook ergens hier en we gaan kijken of hij klaar is. Ja, dankjewel Reiner en goedemiddag dames en heren. Wij staan inderdaad hier een eindje verder en u ziet het al, het wordt geweldig druk. Het wordt leuk, het wordt alleen maar gezelliger. Heel veel figuranten die hier lopen. Echt, je gaat je terug wensen in de tijd van Charles Dickens. Heel veel plezier vanmiddag. Yeah.
Als je nou een leuke herinnering wilt meenemen van het Dickens Festival in Drunen. Zo'n echt ouderwets Dickens geldbuideltje. Handgemaakt. Ja, en voor de prijs kun je hem niet laten liggen natuurlijk. €5 mag je hem meenemen. Ik neem er eentje mee. U ook? Naast mij iemand die eigenlijk niet zo snel op een kerstmarkt zou vinden, vooral niet in Drunen. Maar Sylvia Brok van de Europa Run staat hier naast mij. Sylvia, Europa Run, ik ken het, maar leg eens aan de kijkers uit wat het precies is. De Europa Run die steunt mensen met kanker. Niet zozeer voor de genezing, maar om mensen nog een beetje kwaliteit van leven te geven. Door middel van, als mensen een kuur gaan krijgen, heb je kans ze kaal worden, dan worden er helmen gesponsord, zodat ze de haar behouden. De kanjerkettingen worden gesponsord door de Europa Run. Er worden gezinshuizen worden er gesponsord. Ja, zo zijn er heel veel goede doelen die de Europa Run eigenlijk sponsort. En wij halen dan geld op en met Pinksteren gaan wij lopen van Parijs naar Rotterdam. Dus we moeten er zelf ook wel wat voor doen. Dat wou ik nou weten. Lopen van Parijs naar Rotterdam. Ja. Een blarentest. Zeker. Maar we hebben goed getrainde lopers, goed getrainde fietsers. Er gaan fysiotherapeuten mee, of masseuses. En van alles rijden. Cateraars, chauffeurs. Heb je hem zelf gelopen al? Nee, ik heb hem niet zelf gelopen. Ik ga hem ook niet lopen. Ik ga mee als catering. Ik ga de innerlijke van de mensen even ondersteunen daar. Heb jij een loper hier bij de hand? Ik heb een loper bij de hand. We gaan kijken. We gaan even wachten. Even wachten, jongens. Daar is een loper. Daar is een loper. Giovanni. Giovanni. Dit is een loper? Ja, dat is een loper. Oké. Dit is een loper, Giovanni. Ja, goeiedag. Als je van Parijs naar Rotterdam, Rotterdam loopt, naar Rotterdam, naar Rotterdam, ja. Dan heb je volgens mij een steekje los. Nee, omdat we weten het allemaal waarvoor we doen. We doen het natuurlijk om aandacht te vragen voor die mensen die het heel hard nodig hebben. Dat zal zeker al verteld zijn door Sylvia, maar het is vooral belangrijk als mensen de diagnose kanker krijgen, dan op dat moment zijn die mensen uit balans. En wij willen aandacht vragen om die mensen toch een stukje kwaliteit van leven te geven. Nee, dan zit er niet een stukje bij je los en zeker niet met zo'n mooi team als Roper een team voor them. Hoe wij samenwerken is gewoon een heel mooi iets. Dan hebben we hier een camera bij ons. Ja. En die staat daar. Ja.
U roept de mensen op om te sponsoren. Oké. Okay. Nou, u wel vragen. De rook uit het team van Dem sponsoren, maar kent u bij u de buurt? En dat kan zeker ook een ander rook van het team. Dan mag het zeker. Maar als ons team wil sponsoren, neem contact met ons op. Je kunt via Facebook. Piep, 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 piep. Dat is Facebook. Dat is de rook van het team Kleiner. Maar je kunt ook rechtstreeks info at voor Dem. 4-dem.nl naar ons meer berichtjes sturen en wij gaan zeker met u contact opnemen en ja, u bent van harte wel. En dan staat ik nog heel even daar, als u het niet nog vindt, gaat het allemaal wat snel. Dan kunt u het altijd nog terugvinden op www.vrijemediagroep.nl en daar staat dan ook ons mailadres en een link naar hun. Afsluitend, Cor, eventjes nog. Wanneer is de volgende run? Met Pinksteren. Oh ja, dat heb je net gezegd, met Pinksteren. Ja, klopt. Zullen wij eens kijken of wij jullie kunnen ontvangen ergens? Ja, dat zou helemaal super zijn. Dat zou echt geweldig zijn. We gaan er alle moeite voor doen. Nou, helemaal geweldig. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt. Oh, wat gek van jou. Ja, leuk hè. Zo, dat waren de langste twingers van ons voetbal. Waar gaat ze? Waar gaat ze?